Komt helemaal goed. Ja? Ja, je hebt er vertrouwen in? Ik heb er helemaal vertrouwen in. Jij net zo zelfverzekerd of nog wat twijfels? Ja, een beetje twijfelachtig nog. Maar het gaat wel lukken, denk ik. Onrust, klamme handpalmen en een snelle polsslag. Alhoewel deze leerlingen er rustig onder lijken, zijn de examens weer begonnen. Scholieren van het Maasland College in Os maakten maandag ook hun eerste examens. En hoe staat het met de trillende handjes? Zijn er zenuwen? Nee, het valt eigenlijk nog wel mee. Ik denk dat het daar qua komt. Jij staat hier ook nog volkomen relaxed of toch helemaal niet? Wel wat minder hoor. Ik ben wel zenuwachtig, maar ja, komt er goed denk ik. Ja, valt wel mee. Nederlands moet wel lukken. Heb je je goed voorbereid? Ja, redelijk. Dit jaar zijn de examenregels strenger geworden. Leerlingen moeten gemiddeld een 5,5 voor alle vakken samen halen. En HAVO- en VWO-leerlingen mogen nog maar 1,5 voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde halen. Het is iets strenger, maar als je alles gewoon goed maakt, dan is het geen probleem. Ja, goh, het moet normaal ook eigenlijk voldoende halen. Dus ik zou niet weten waarom dit erger zou zijn dan vorig jaar. En voor jou, je stond 3,5, zijn dat die vakken? Nee, of? Nee, dat moet wel lukken, denk ik. Daar zal ik niet op zakken, denk ik. De VWO-leerlingen begonnen maandag al meteen met zo'n kernvak. Nederlands stond op het programma. HAVO-leerlingen bogen zich over het keuzevak Management en Organisatie. Frans was het eerste examen voor VMBO-theoretisch leerlingen. De komende 3 weken worden er examens gemaakt.